Hey, hallo en welkom weer bij een nieuwe video van Op Reis met Stijn. Eerder heb ik een video gemaakt over het duurzaam camperleven. En in deze video laat ik al jullie tips, adviezen en ideeën zien om mijn camperleven nog duurzamer te maken. En ik maak natuurlijk de winnaar bekend van het Werfzeep cadeaupakket met maar liefst 18 verschillende zeepjes. En daarvoor open ik natuurlijk even de video met alle openbare reacties. We hebben veel weergave, ik heb ook heel veel reacties gekregen, dus daarvoor sowieso mijn grote dank. En de reacties waren heel verschillend. De ene dacht, nou ja, wat ben je allemaal moeilijk aan het doen? Doe gewoon wat je wilt doen, leef gewoon. De andere heeft echt, nou weet ik hoeveel tips, om mijn leven nog duurzamer te maken. En ik begin eventjes bij de nieuwste en ga dan steeds verder naar de reacties die als eerste geplaatst waren. Bij hier heb ik bijvoorbeeld van Frank Rebergen. Bij het douchen je lichaam eerst nat maken, daarna de kraan dicht en jezelf inzepen. Dan de kraan weer aan en afspoelen. Dat scheelt een hoop water en gas. Nou, deze reactie heb ik al een aantal keren gehad. En ik moet je vertellen, dat deed ik al. Alleen voor de video heb ik de kraan aangelaten, want dat zag er leuker uit. Dus ja, zeker een goede tip. Ook gewoon als je in huis woont, hè. Gewoon water besparen, gas besparen, kan nooit kwaad. Het is natuurlijk lekker om te douchen, maar ja, het hoeft niet, het hoeft niet. Dus in ieder geval een goede tip. Op mij helaas niet van toepassing, niks nieuws. Debbie Flossie. Als je gaat winkelen, winkelen in een winkel zonder verpakkingen. En zelf potten meenemen en zakjes. Hier in België komen die soort winkeltjes stilletjes aan en dat vind ik heel leuk. Daar heb ik inderdaad wel eens een keer iets over gehoord. Een winkel met producten zonder verpakking. Is een zeer duurzaam idee, want afval is echt wel een dingetje. Je ziet ook heel vaak dat bijvoorbeeld koekjes zitten in een in een plastic verpakking. En vervolgens zit daar weer een bakje in. Met daar weer in de koekjes. Met daar weer plastic omheen. Dus allemaal plastic om plastic om plastic. Dus dat is zeker wel een dingetje. Goeie tip. Lisa Julia van Schoonhoven. Even kijken. Meer weergeven. Wat een super gave winactie. Nou, dat vind ik dus ook. Dus daarom nogmaals dank voor Green Jump. Een nog duurzamere manier zou mij lijken. Afvalwater filteren en opnieuw gebruiken. Iets met groen op het dak. Spullen die je nodig hebt van grofvuil of gratis af te halen spullen maken. De afvalwater filteren, daar kom ik nog op terug. Daar is er nog een andere reactie op geweest. Iets met groen op het dak, daar heb ik nog wat over gevraagd. Dat staat hier in de antwoorden eronder. Daarmee bedoelt ze een soort mos of plantjes die op je dak blijven, maar op een rijdend huis, op een camper, is dat niet zo heel erg praktisch. Vaker zie je dat op tiny houses met een plat dak, kun je daar zo'n mosdak of een grasdak op maken. En dat is wel zeker een goed idee. Op een camper vind ik dat niet zo heel erg handig. Spullen die je nodig hebt, ik ga al vaak naar de kringloopwinkel. Maar ik merk ook dat ik gewoon veel minder snel spullen vervang. Ik doe er gewoon langer mee of ik repareer het of ik plak het aan elkaar met duct tape. Dus, maar in ieder geval hele goede tips. Gita Rita, leuk video. Ik heb gisteren uw kanaal ontdekt. Mijn tip voor u is een duurzaam scheermes. En ik weet niet hoe u de was doet. Doet u alles met de hand? Er is een blokje zeep wat u bij de Marokkaanse winkel kunt vinden. Dat heet, denk ik, Sabon Al-Kaf. Dat is duurzaam en heel goed voor uw kleden. Ik gebruik geen scheermes. Ik doe sowieso alles met een trimmer. Want ik wil het gewoon niet kaal hebben. Ik weet dus ook niet wat een duurzaam scheermes moet zijn.
Ja, dat weet ik niet. En een blokje zeep voor de was. Ja, dat is wel een goeie. Ja, ik moet zeggen, de was doe ik nu gewoon ja, bij van die tankstations, die grote tankstations, of met die grote wasmachines bij tankstations. De 18 kilo trommel gooi ik meteen alles in, beddengoed, handdoeken, alles wat ik maar kan vinden. Gaat meteen in één keer erin. Dat is vooral heel erg gemakkelijk. Duurzaam en goedkoop is het zeker niet. Dus ja, de was doen op een duurzamere manier zou zeker wel goed zijn. Sabon Al-Kaf heet het blijkbaar. In ieder geval bij de Marokkaanse winkel. Ga ik eens een keer opzoeken. Leuk, dankjewel. Even kijken. Hey Stijn, natuurlijk volgen we jou al een tijdje. De goede tips heb je al gegeven. Allerbelangrijkste vind ik dat je ons erop attent maakt. En tips deelt. Daarom zou ik de prijs aan jou willen geven. Nou, dat vind ik ontzettend lief. Echt heel erg leuk. Maar natuurlijk ga ik de prijs niet zelf houden. Die gaat naar een van jullie toe. Fatima zegt ook. Super lief dat je ons blij wil maken. Gun het iedereen natuurlijk om te winnen. Hartstikke leuk. Johan Rechterschot. Helemaal top hoe je hiermee bezig bent, Stijn. Een vriendin van mijn vrouw maakt zelf haar wasmiddel. Misschien ook wat voor jou. Kijk maar eens op Ecowijs. Daar staat het een en het ander op. Groetjes Johan en Kobi. En veel plezier en succes. Dus weer over die wasmiddel. Ja, dat is natuurlijk wel echt wel een belangrijk dingetje. Zelf maken heb ik ook wel eens een keer iets over gehoord. Volgens mij kun je dan van die blokjes zeep kun je dan raspen en dan moet je koken en dan moet je een paar dingen bij doen. Kun je zelf wasmiddel maken. Ik heb nog niet op Ecowijs gekeken, maar dat lijkt me een interessant ding. Nou, KLA, ik weet niet wat voor naam dat is. Hey Stijn, goed bezig hoor. Tip 1. Oh, zijn er 4. Oh nee, de vierde is geen tip. De 3 tips is eigenlijk. Koop zoveel mogelijk groente en fruit van het seizoen en uit het land waar je bent. Geen boontjes uit Marokko bijvoorbeeld. Die hebben een hele reis achter de rug. Dat is zeker wel een ding. Ja, soms heb je natuurlijk ook wel zin in iets wat van ver weg komt. Ik bedoel, bananen groeien ook niet in Nederland. Maar wat vaker daarover nadenken kan zeker geen kwaad. Tip 2. Gebruik zo min mogelijk voorverpakte artikelen. Scheelt weer afval. Nou, dat komt dus eigenlijk weer met die koekjes. Hè. Dus plastic om plastic om plastic. Zeker een goeie. Oh, dit is iets echt met de camper. Zorg dat de bandenspanning goed is en een goede verdeling van het gewicht. Dan verbruik je veel minder diesel. Maar ik rij op benzine, maar oké, brandstof. Alle kleine beetjes helpen tenslotte. Dat is sowieso. Elke liter water die je niet gebruikt, scheelt gewoon weer in. En ik zorg ook dat ik mijn afvalwater snel genoeg weer loos, zeg maar. Dat ik niet allemaal zinloos gewicht aan het verplaatsen ben. De bandenspanning is zeker ook wel een dingetje. Nou dacht ik dat mijn bandenspanning wel heel erg goed was. Maar nou zag ik laatst dat mijn bandenspanning eigenlijk veel hoger hoort te zijn. En gewoon volgens mij bijna 4 bar of zo. En hij staat nou ergens op 2,5 of 3. Dus je moet eigenlijk nog iets omhoog. Maar dat ga ik nog zeker doen. Bedankt voor de tips. Hele goede tips. Ardan, goed bezig man. Leuk onderwerp. Dankjewel. Nomadic Root. Die is iets minder blij met mijn... Ongelooflijk dat je op deze manier jezelf verkoopt aan je sponsor. Duurzaamheid onzin. Bij deze een unsub, dus geen abonnee meer. En mijn giveaway kan ik in de groenbak gooien. Allereerst, de giveaway kan zeker in de groenbak, want het is volledig biologisch afbreekbaar. Vind ik alleen een beetje zonde. En dat ik mij verkoop aan de sponsor is absoluut niet zo. Het is eigenlijk andersom. Ik zocht duurzame producten, kwam daarbij uit bij Green Jump. En toen dacht ik, hey, dit is een leuk onderwerp. Misschien willen ze wel samenwerken. En zodoende de video. Maar iedereen is vrij om te gaan en te staan waar hij wil. Ben je er niet mee eens? Ja, eigenlijk is dat ook wel heel goed. Ik vind het ook wel belangrijk dat je dat laat weten. Kamperen met Ali en Nelly, denk ik. Ja, Ali en Nelly.
Nou, die zijn juist heel erg blij. Leuke video, we hebben net ontdekt op YouTube. Hans Laro Hoijstein, een 41 jaar oude camper, is al duurzaam van zichzelf. Maar 1,05 benzine is niet fijn. Zeker niet voor de bankrekening. Dat klopt. En dat is eigenlijk wel waar, hè? Ik zorg gewoon dat ik al 40 jaar... Nou ja, deze camper rijdt al 40 jaar. En heel vaak worden auto's na 10, 15 jaar al afgeschreven. Gaan ze naar Afrika, Polen of wat dan ook. Of gewoon naar het sloopbedrijf. Dus dat is zeker al een duurzaam idee. Even kijken, wat zegt Hans nog meer? Je allergrootste winst is als het gaat om duurzaamheid en financiën, is het inbouwen van een LPG-installatie. Om op te rijden dus, niet voor het koken en douchen. LPG is veel schoner qua verbranding dan benzine. Sterker nog, LPG is een afvalproduct en als het niet verkocht wordt, wordt het ongecontroleerd afgefakkeld. Er zitten veel minder schadelijke stoffen in LPG dan in benzine. En bovendien gaat je motor er ook nog eens langer door mee. Buiten dat is LPG ook nog veel goedkoper dan benzine. En dat is een mooi voordeel, zeker met een belastingvrije camper. Of het allemaal helemaal waar is, dat weet ik niet. Of het veel schoner of beter is voor het milieu. Goedkoper is het zeker, absoluut. En ik heb er ook naar gekeken. Alleen een LPG-installatie is best wel prijzig. En ik kan geen tank kwijt. Ik heb er al een tank onder zitten. Dat is voor het koken en voor het douchen. Dat is een tank van 55 liter. Ik zou natuurlijk kunnen kiezen om die tank ook te gebruiken om te rijden. Maar volgens mij mag je niet dezelfde tank gebruiken waar je op rijdt om daar ook op te koken. Dus moet je een aparte tank hebben om op te rijden. En ik heb daar geen ruimte voor. De enige ruimte waar ik voor zou hebben is onder de motorkap. En daar mag geen tank geplaatst worden. Wat op zich ook wel logisch is. Om terugkomend op het eerste deel. Een oude camper blijven gebruiken is duurzaam van zichzelf. Dat is zeker zo. Dan hebben we Jacqueline van der Veld. Met DT. Ik heb altijd problemen met DT en weet ik veel allemaal. Jacqueline zegt, wat super van je dat je zo bezig bent met duurzaamheid. Wij willen tenslotte nog lang blijven genieten van onze planeet. Eén tip, neem in plaats van een plastic afwasborstel zo'n mooie ouderwetse houten afwasborstel. Veel succes met je reizen en vlogs. Vind het super dat je laat zien dat je ook kan genieten van een mooie oude camper in plaats van in zo'n omgebouwde Mercedes Sprinter. Die vind ik er allemaal veel te gelikt uitzien. Goed, Jacqueline. Ja. Ik ben het met je eens dat ze er veel te gelikt uitzien. Maar ik zou het ook wel heel erg leuk vinden om zo'n modernere Mercedes Sprinter als camper te hebben. Dat zal ik niet ontkennen. Jaloezie heb ik zeker niet, maar ik zou het wel leuk vinden om wat moderners, wat betrouwbaarders te hebben. Al heeft dit ook zowel zo zijn charmes. Over die afwasborstel, nooit zo over nagedacht eigenlijk. Ik weet wel dat ik dus een plastic of kunststof afwasborstel heb. En ik weet dat ik ook nog een reserve heb. Dus om ze nou weg te gooien... En dan een houten borstel te kopen vind ik dan eigenlijk ook weer zoiets. Maar ik zal er wel aan denken zodra ik weer een nieuwe nodig heb. En ik zie hier van Gerda van Diepen, die had ook gereageerd. Ja, was mij ook opgevallen, de afwasborstel. De Beard Campergezin Hannessen. Ook overigens een superleuk YouTube kanaal. Een compleet gezin wat in een camper woont. En ze hebben volgens mij elke week wel een nieuwe vlog. Ze gaan graag met hun gezin en familie met de camper weg. En er zijn geloof ik 4 of 5 campers in heel die familie. En ze gaan vaak met z'n allen op reis. Maar dat terzijde. Daar moet je wel... Het is wel zeker een idee om dat kanaal te gaan volgen. Dus dat is mijn tip. Even kijken, wat zegt ze? Goed bezig zijn, maar één ding valt me van je tegen. Het douchen kan duurzamer. Wat dacht je van koud douchen? Wat ik daarvan dacht, dat ga ik niet doen.
Overigens is dat ook goed voor je lichamelijke gestel. Je geeft je lichaam zo een algehele reset en werkt aan een sterker immuunsysteem. Dat was de tip van Flip. Ja, waarschijnlijk van Mark. Oh ja, en Ingrid zou graag zo'n pakket winnen. Geabonneerd zijn we natuurlijk en het belletje staat geactiveerd hoor. Ja, ik hoop dat iedereen zijn belletje geactiveerd heeft. Koud douchen. Nou moet ik iets beginnen. De eerste, ik geloof 3 of 4 weken dat ik in de camper woonde, heb ik koud gedoucht. Was niet geheel vrijwillig, want mijn LPG-tank die zat gewoon niet goed. Dus ik had geen warm water, dus heb ik koud gedoucht. En ja, dat went. En nee, dat is nog steeds niet fijn. Dat is geen goed idee, Flip. Maar toch bedankt voor de tip. Ik zal er eens een keer weer aan denken. Volgende reactie is van Marnix Jansen. Gebruik in de douche een plantenspuit van 2,5 liter. Dan groeien de overgebleven liters op je rug. Nou, de laatste dat zal waarschijnlijk niet. Maar eigenlijk vind ik het nog niet eens zo'n stom idee. Je hebt dan, bent dan veel bewuster van hoeveel water dat je gebruikt. En 2,5 liter is best wel veel. Want dan kan ik ook in afwassen, zeg maar. Dus waarom zou je dan niet heel je lijf daarin kunnen wassen? Maar ik vind het wel jammer van heel mijn douchesysteem. Ik heb er niet voor niks gewoon een douchekop en warm water. En, stel dat het water echt op begint te raken, is dat natuurlijk wel een idee. Maggie de Kloe. Of Maggie de Kloe. Denk Maggie. Gevonden. Oh ja, Maggie had mij eerst via Instagram een bericht gestuurd en daar een reactie gegeven. Want het lukte niet om een reactie te plaatsen. Maar met wat hulp is dat toch gelukt. Dus vandaar gevonden. De tips. Een bamboe tandenborstel. Dat is wel een goeie. Een zonnepaneel voor stroom en opladen van telefoon heb ik. Ben ik vergeten te melden in de video. Ik heb gewoon een zonnepaneel van 100 watt. En daar kan ik lang mee doen, want ik hoef niet zo heel veel stroom te gebruiken. Even kijken, geen plastic servies. En bijenwasdoekjes om dingen in de koelkast af te dekken. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Over dat plastic servies, ja, dat heeft twee kanten natuurlijk. Ik kan ook geen plastic servies gebruiken. Maar stenen servies gaat vaak kapot in een camper. En dat weet ik uit ervaring. Je hebt natuurlijk ook alternatieven van bamboe en misschien nog andere houtsoorten. Dat weet ik niet precies. Maar die bijenwasdoekjes, daar ga ik nog een keer even uitzoeken. Ruud Jansen. Stijn, een beter milieu begint bij jezelf. Maar jouw manier van leven is al erg duurzaam. Geen verwijt naar mijn mening. Mensen zijn echt aan het doorslaan. Ik vind het duurzaamheidsnarcisme. Zolang de grootste bedrijven in de wereld 0% belasting betalen, Shell Afrikaanse boeren besmeurt en verpest, achterlaat, wij hun diesel blijven tanken. China 80 kolencentrales bijbouwt aankomende 2 jaar, is het water naar de zee dragen. Maar ik blijf je volgen hoor, want elke gek zijn gebrek. Dat sowieso, ik ben knettergek. Ik snap je punt, Ruud, absoluut. Er zit overigens verder geen tip bij, nee. Ik snap je punt, absoluut. En soms voelt het ook zo, want ja, wat maakt het uit wat ik in mijn eentje nog doe? Dat voegt echt niks toe. Die 2 liter water die ik op een dag bespaar. En die liter gas in de maand. Ja, waar gaat het over? Ten opzichte van ja, wat er al gebruikt wordt. Heel de wereld. Maar alle kleine beetjes helpen. Dat zei al iemand. Dus ik denk dat als iedereen een klein beetje zijn steentje bijdraagt. Dat dat zeker wel invloed kan hebben. Op den duur. Als je er in ieder geval maar bewust van bent. Even kijken, want er zit hier een reactie. Nou, dat gaat verder niet over de dingen. Dan een reactie van Ron.
Mensen maken zich zorgen of ze überhaupt weer op pad kunnen, terwijl anderen zich enorm druk maken om hoe goed ze wel niet moeten deugen. Waar een camperaar zich druk om maakt is hoe lang hij zich kan redden met zijn watertank en of de accu's wel voldoende geladen worden om ze fijn te kunnen gebruiken. Die ligt echter niet wakker van een privé groentezak. En hoeveel hebben de verschillende bakken voor GFT, papier, plastic, wit glas, gekleurd glas, kleding, etc. Ik heb een nieuwe combiketel geïnstalleerd die zowel op 230 volt als LPG kan en dat deed ik voor mijn eigen gemak. 300 ampère uur AGM accu's met 300 watt paneel met de Victrons ertussen zorgen ervoor dat ik broodjes kan bakken 's morgens en mijn koffiezetter van 1700 watt kan aanzetten met mijn 3000 watt sinusomvormer. Ook dat doe ik voor mijn gemak. Scheelt LPG namelijk. En de koelkast gaat ook op gas, omdat dat beter koelt dan elektra. En als de LPG-tank bijna leeg is, dan gaat hij weer vol voor die paar euro. Niet zo doorslaan met het milieu, etc. We betalen er zat voor, zoals extra accijns, hogere wegenbelasting en vergeet het grapje van 11 euro per maand stikstofheffing niet. Er zat een EGR-klep ergens tussen mijn Mercedes-motor, die veroorzaakte een hoop dure narigheid, dus weg ermee. Het rijdt zo een stuk beter. Het milieu is geld en niet anders. Geniet gewoon van je reizen, Stijn. Daar gaat het om. Dat sowieso. En ja, voor degene die mijn video's volgen en mij een beetje op de voet volgen, weten dat ik zeker geniet van het reizen. En vooral, ja, ik snap je punt. Gemak dient de mens, absoluut. En je zegt, niet zo doorslaan met het milieu, we betalen er zat voor zoals extra accijnzen. En dat klopt wel, maar dat wil niet zeggen dat we niet zuinig aan kunnen doen met deze aardbol. Eigenlijk zit de enige tip die erin zit is, geniet van je reizen. En dat doe ik. Dankjewel, Ron. Frank Hoffel, hoi Stijn. Ik heb in mijn camper een waterrecirculatiedouche gebouwd. Hiermee kan ik met 15 liter water een hele week douchen en zonder limieten. Water wordt na het douchen opgevangen, gefilterd en weer door de douchekop gestuurd. Voordeel is dat de warmte uit het water weer gebruikt wordt met het opwarmen. Nou, met Frank heb ik even contact gehad daaronder. En dat is inderdaad een recirculatiesysteem. Dus alles wat door een doucheputje gaat, komt weer in een reservoir. Wordt weer opgewarmd en of wordt gefilterd, opgewarmd en komt weer door de douchekop. Dus je blijft hetzelfde water rondom pompen. Wordt natuurlijk goed gefilterd en op temperatuur gehouden. Er zitten twee voordelen aan. Het water hoef je niet constant heet te verwarmen, want het is nog warm. En je gebruikt niet zoveel water. Vond ik een hele goede tip. LMC Camper, dat is een bekende reageerder. Alle tips zijn al wel gegeven. Kraan met haren wassen uit. Water in de zon zetten om af te wassen. Wasgoed in een ton met zeep erin. Tijdens het rijden was het zich schoon. Wat gaaf dat er zo'n pakket gewonnen kan worden, zeg. Dat vind ik ook. Daar ben ik ook heel erg blij om. Kraan met haren wassen uit heb ik gedaan, heb ik al gezegd. Water in de zon zetten om af te wassen. Ja, dat kan je doen. Maar 's avonds schijnt er geen zon en ik doe vaak 's avonds afwas. Maar wasgoed in een ton met zeep erin en dan tijdens het rijden was het zich schoon. Dat is eigenlijk wel een goeie. Want je maakt natuurlijk een hele hoop bewegingen met je camper. En zo kan het zich mooi wassen. Ja, goede tip. Koos Kazander. Hoi Stijn, goed bezig. Vooral geen nieuwe camper nemen. Eerst je oude spullen gebruiken is de kern van duurzaamheid. Daar is de volgende weer. Toch nog een tip. Gebruik baking soda als tandpoeder in een hervulbaar flesje. Het al oude douchewijsheid. Nat maken in zeep en afspoelen. Al meerdere keren genoemd. Dat klopt. Gebruik geen zeep op delen die zon hebben gezien. Die stinken toch niet. Dus alleen handen, voeten en 3 oksels met zeep wassen. Ik denk dat in plaats van 3 de hoort te staan. Want ik heb maar 2 oksels. Of er hoort, nou ja, ik weet niet.
Is beter voor je huid. Haargel uit een tube? Ja. Die haargel uit een tube, daar heb ik contact mee gehad. En ja, haargel moet natuurlijk ergens in zitten. En de tube kun je... De tube is wel volledig van kunststof, dus kan gerecycled worden. Het is niet hetzelfde als een tandpasta-tube. Maar ik zou ook niet weten waar je haargel nog meer in kan krijgen dan in een plastic verpakking. Ja, het enige alternatief is om geen gel te gebruiken en dan raak ik mijn krullen kwijt. Dus dat vind ik ook niks. Tandenpoetsen met baking soda. Ik weet niet wat ik daar... lijkt me geen handige manier van tandenpoetsen. Maar goed, het is een tip. Gebruik geen zeep op delen die de zon hebben gezien. Die stinken toch niet. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Dat zou eigenlijk best wel kunnen. Er schijnt geen zon onder mijn oksels en daar stinkt het wel eens. Dus daar kan een kern van waarheid in zitten. Jos Struik, ik zag dat je in je video tijdens het inzepen van je haar je douche aan liet staan. Ik zet deze altijd, ja. Wat ik al zei, normaal doe ik dat ook. Anna van der Molen, nog duurzamer, een gevulde plastic 5 liter waterfles gedurende de dag in de zon laten warmen en dan 's avonds als een douche over je heen gooien. Dus 0 gasverbruik en maar 5 liter voor het douchen. Goed nog zijn, het was weer gezellig. Ja, dat is wel een goeie. Dan kan ik 's avonds natuurlijk gewoon 5 liter over me heen gooien. Het is wel iets moeilijker doseren, maar dan is het wel lekker warm. In de zomer. In de winter heb je een koude douche aan. Ik vind het wel een goede tip. Geen gasverbruik en maar 5 liter water gebruiken. Geertje Den Haak. Hoi Stijn, goed bezig met duurzaamheid. Ik had ook altijd die zeepblokken, vond ik prima. Moet wel lekker ruiken. Ik hoop dat we allemaal een stukje meedragen aan de duurzaamheid. Begin bij jezelf, zeggen ze altijd. Ik wens jou een mooie reis verder en we blijven jou volgen. Die blokken zeep van Werfzeep. Die ruiken zo ontzettend lekker. En die geur blijft ook echt heel lang aan je huid kleven. Wat je met normale zeep, zeep je eigen in en spoel je het af. En dan ruik je de geur bijna niet meer. En na een uur zeker niet meer. En met die van Werfzeep, die blijf je gewoon ruiken. Het is gewoon een soort ja, natuurlijk parfum wat aan je blijft kleven. Willem World Traveler. Leuke video over duurzaamheid. Maar was je niet onderweg naar Frankrijk? Dat was ik zeker. Daar ben ik ook inmiddels nog steeds in Frankrijk. Alleen, er kwam een video tussendoor tijdens mijn vlogs. Alexander vindt de video blijkbaar heel erg grappig. Die ziet alleen maar emoties. Berthe Spreeuw, een tip is je nat maken. Kraan uit en inzepen. Dan alleen afspoelen, scheelt weer etterlijke liters water. Ja, normaal doe ik dat. Alfons van der Zee, begin niet over duurzaam. Blijf dan lekker thuis op je zolderkamer. Ik denk dat Alfons vanuit zijn zolderkamer heel mooi uitzicht heeft. Dat had ik niet. Dus daarom heb ik gekozen om in een camper te gaan wonen. En mijn steentje bij te dragen aan de duurzaamheid. Maar bedankt voor de tip. Familie Kerkdijk, interessant weer en ik vind dat je al supergoed je best doet om zo duurzaam mogelijk te leven. Wij hebben al een prijs bij je gewonnen, dat klopt. Die hebben het spel Banco Banco gewonnen. Dat is ook alweer een maand of 3-4 geleden, zoiets. Ze hebben al een prijs gewonnen, dus dat kunnen we iemand anders. Heel erg lief. Maar wat je nu het warmer wordt, kan doen, is flessen water voor bij je raam leggen. Dan heb je in de avond warm water. Of buiten zo'n zwarte douchezak in de zon ophangen. Zomaar een tip. Ben benieuwd naar de andere reacties. Ja, die zwarte douchezak. Dat ken ik wel. Dat wordt wel vaak gebruikt. Zeker een zeer duurzame manier om weer gas te besparen. En je verbruikt, ik denk dat er 5 liter in gaat. Misschien iets meer. Je verbruikt niet zoveel water. Je gebruikt de natuur, de natuurlijke warmte om je water op te warmen. Goeie tip, dankjewel.
Dan nog, nog twee reacties. Relax, relax. Hele goede naam. Kraan dicht tijdens het wassen van je haar. Dat doe ik. Tip voor de diehard. Ganopo. Ik denk dat dat een andere taal is. AK. Was je haar alleen met water. Duurt even voordat je het gewenste resultaat hebt. Dat heb ik heel lang gedaan. Geen shampoo meer gebruiken. Je haar heeft een natuurlijke eigenschap om zelf glanzend te zijn. Zichzelf te voeden, gezond te blijven. En heb je al die shampoos niet voor nodig. Alleen ik gebruik best wel veel gel. En ik vind het wel prettig om die gel af en toe even goed eruit te wassen. Dus ik gebruik weer af en toe shampoo. En Anita als allerlaatste, maar eigenlijk als allereerste reactie. Nou Stijn, volgens mij heb je alles al genoemd en blijft er weinig anders over. Enige wat ik kan bedenken is om onderweg je was in een tonnetje met draaideksel te doen. En zo je was te doen tijdens het rijden. Natuurlijk met eco-wasmiddel. Mocht ik nog wat bedenken, dan reageer ik weer. Nou, ze heeft niks meer bedacht, want ze heeft niet meer gereageerd. Maar zeker bedankt voor de tip. Die heb ik al eerder gehad. Of eigenlijk heb ik die later gehad, maar die heb ik eerder genoemd. Het tonnetje met was vind ik wel eigenlijk een hele goeie. Maar, nu, de winnaar. Daar heb ik lang over moeten nadenken. Maar, ik ben erover uit. En de winnaar van het werfzeeppakket. Ik ben even aan het terugscrollen of ik de naam zo kan vinden. Nou zie ik hem niet meer. Volgens mij was het Frank Roffel met het recirculatiesysteem van het douchen. Hier staat hij, Frank Roffel. Hoi Stijn, ik heb een camper met watercirculatie gedoucht. Frank, ik vond dat het beste idee. Ik heb er wat vaker over... Nee, ik heb er niet vaker over gehoord. Ik heb er wat over opgezocht. Er zijn heel veel filmpjes over te vinden. Heel veel informatie over te vinden. Over wat voor filters dat je nodig hebt. Hoe je het water op temperatuur kan houden. En hoe je het water dus weer opnieuw kan gebruiken om te douchen. Ik vind dat eigenlijk de meest toepasbare tip die ik zou kunnen uit gaan voeren. Ik ga dat niet nu doen, want ik zit in Frankrijk en ik heb eigenlijk niet de middelen hier om daar iets mee te doen. Maar ik ga daar zeker mee aan de slag, want ik vind dat wel een heel erg interessante manier. En tegelijkertijd vraag ik me ook af waarom dat niet gewoon in huizen en zo ook gewoon gebruikt wordt. Het scheelt echt heel erg veel water. Dus Frank Roffel. Van harte gefeliciteerd met de werfzeeprijs. Stuur mij even een berichtje via WhatsApp. Het nummer staat hier nou onder in beeld. En vind je ook nog in de omschrijving van de video. Dus gewoon een linkje kun je op klikken. En dan kom je gewoon meteen in WhatsApp. Kun je mij een berichtje sturen. En dan komt het werfzeepakket zo snel mogelijk naar jou toe. Van harte gefeliciteerd. En de rest ook nogmaals enorm bedankt voor alle tips. Ik ga er zeker nog een aantal van toepassen. Zoals de afwasborstel vond ik een hele leuke. Wat vaker gebruik maken van zonnewarmte vind ik een hele goeie. En het inzepen, kraan uit, daarna pas, je weet het wel. Dat deed ik al. Blijf ik ook zeker doen. Bedankt weer voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer.